Je eigen personeel klaarstomen voor het werk. Een metaalbedrijf in Boven-Leeuwen start een eigen opleiding. Waarom zijn we gestart met het lastlokaal? Omdat we merkten dat we wel heel veel leerlingen kregen. En verder in het nieuws vandaag. Ontwerp bekendgemaakt voor nieuwe Jan Massinghal. En zelfmoord uit de taboesfeer door beeld op Marienburg. Wat doe je als bedrijf als je merkt dat je werknemers niet goed genoeg zijn opgeleid? Het is een probleem waar ze bij constructiebedrijf Willemsen en Boven-Leeuwen tegenaan liepen. De oplossing is even eenvoudig als bijzonder. Het bedrijf is namelijk een eigen opleidingstraject gestart. Werken en studeren binnen één bedrijf. Met onder meer lassen, metaal bewerken en je leert alle kneepjes van het vak. Als je geïnteresseerd bent in een nieuwe opleidingsrichting, dan zijn de leermogelijkheden vaak beperkt. Constructiebedrijf Willems in Boven-Leeuwen is daarom zelf begonnen met lesgeven. Op deze manier kunnen niet alleen BWL-studenten, maar ook geïnteresseerden zich verdiepen en leren over staal- en metaalbewerking in hun eigen laslokaal. We vonden dat de leerlingen de juiste aandacht nodig hebben die ze verdienen op het moment dat ze hier de opleiding komen volgen. Dus wij hebben eigenlijk bedacht om één ruimte, of eigenlijk twee ruimtes, te centraliseren met één praktijkbegeleider, waardoor je één op één begeleiding krijgt, wat het allemaal wat persoonlijker maakt. En ze krijgen voldoende aandacht en die hebben ze echt nodig. Tijdens de lessen wordt er veel tijd en energie in de leerlingen gestoken. Zo heb je de kans om al veel met praktijk bezig te zijn, maar het stukje theorie is ook onmisbaar. Constructiebedrijf Willems geeft je dus al veel mogelijkheden, wat erg uniek is als je nog weinig kennis hebt. Hier in het laslokaal leren ze eigenlijk de basisprincipes van metaaltechniek. We hebben, zoals Anke al zei, daar een theorielokaal, waar ze dus eigenlijk een stukje theorie leren. Dan moet je denken aan tekening lezen, materiaalkennis. En hier in het praktijkgedeelte leren ze onder andere lassen, samenstellen, zagen, boren. En eigenlijk alles wat er bij komt kijken voor de basisprincipes. Ik geef eigenlijk 4 dagen in de week les. Maar meestal zijn er tegenwoordig al 5, omdat we dus regelmatig zijenstromers krijgen. Of leerlingen die dus vrij zijn van school, herfstvakantie. Of ze hebben een inloopweek. En als ze daar niet naartoe hoeven, dan zijn ze bij mij. Dus dan ben ik echt 5 dagen met leerlingen bezig. Het grootste gedeelte waar ik mee bezig ben is praktijk. Want dat is ook de basis, maar theorie is ook heel belangrijk. We hebben in acht om daar zeg maar 3 maanden mee bezig te zijn. En na die 3 maanden gaan we kijken wat de leerling nog nodig heeft om wellicht op specifieke gedeeltes extra theorie of praktijk te moeten geven. Laslokaal is in eerste instantie bedoeld voor BBL-leerlingen, maar zeker ook voor zij-instromers. Dus ook volwassenen die een carrière-switch willen maken. De lessen worden ingezet om BBL-leerlingen, maar ook mensen die onbekend zijn met lassen en metaalbewerking, de kans te geven om door te stromen en zich te bevorderen in het werkveld waar zij geïnteresseerd in zijn. Dus je leert net iets meer over aluminium, over staal of over RVS. Dus je kan dadelijk beter uitstromen richting de daadwerkelijke praktijk. Dus je krijgt eigenlijk een betere aansluiting dadelijk met de werkmaatschappij waar je gaat werken. Het is een hele mooie ervaring om hier aan mee te mogen werken. Om die jongeren een basis te geven in de metaaltechniek. Want het is zo breed, zo veelzijdig. En ik kan er zelfs ook niet alles meegeven. Maar een stukje basiskennis, dat is heel belangrijk. Op de plek van de huidige Jan Massinghal moet in 2028 een gloednieuw sportcomplex komen te staan. Vanaf juli zal de hal gesloopt worden en moet deze plaats maken voor een nieuwe hal. De plannen voor het nieuwe complex met zwemparadijs zijn gisteren gepresenteerd door de gemeente en andere betrokkenen. In de plannen van een vernieuwd gebied Winkelsteeg, waar wonen, werken en recreëren bij elkaar komen, hoort ook een nieuw sportcomplex met zwembad. Afgelopen maandag zijn de plannen hiervoor gepresenteerd. Het oude complex is volgens wethouder Broeren zwaar verouderd. De nieuwe hal moet dan ook een stukje duurzamer worden
En daar is in het ontwerp al rekening mee gehouden. De zwembaden zijn sowieso verouderd, hè, en de sporthal, de Jan Massenkallen ook, om te voldoen aan de nieuwe milieueisen. En dan kijken we naar, van kunnen wij dan alle bouwstoffen die we gebruiken zoveel mogelijk biobased maken? Dus dat het biologisch afbreekbaar is of uit de biologische stroom komt. En kunnen we zoveel mogelijk, zeg maar, groen integreren ook in de architectuur? En dat hebben we eigenlijk op meerdere manieren gedaan. Dus aan de ene kant hebben we dan die heuvels en het park hebben we geïntegreerd. En aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld de materialisering heel erg vervangen door allemaal hout. Dus heel veel materialen kunnen hergebruikt worden. En het heeft ook een hele prettige, duurzame uitstraling. En dat past natuurlijk helemaal bij de groene ambities die wij in Nijmegen hebben. Het complex zal onder andere bestaan uit een vernieuwde sporthal met verschillende zwembaden. Naast deze voorzieningen is er ook rekening mee gehouden in de plannen om er grote evenementen te kunnen gaan organiseren. Zwembad dat eigenlijk ook geschikt is voor Olympische wedstrijden. Nou, dan zullen de Olympische Spelen niet zo snel naar Nijmegen komen. Maar van zo'n niveau is dit zwembad. En dat geldt ook voor de sportvoorziening. Die is ook eigenlijk heel groot. Die hebben we ook echt nodig als stad die blijft groeien. Wat we hebben gedaan is dat we op verdieping hebben dan de tribune zitten. En hebben we ook nog een galerij zitten. Dus wat je straks krijgt is dat je een soort van hele grote ring, zeg maar, voor het publiek hebt om die hele grote sporthal heen. Dus hij kan heel multifunctioneel ingezet worden. En hij kan dus ook voor allerlei evenementen worden gebruikt, zeg maar. En een groot voordeel van deze locatie is dat we het kunnen combineren met een parkeervoorziening. En ook nog woningbouw. En dat allemaal eigenlijk heel dicht bij elkaar, heel compact. Maakt dat je eigenlijk een prachtige voorziening hebt om te wonen en om te sporten. Wethouder Broeren van Sport vertelde dat dit nieuwe sportcomplex hard nodig is om topsport in Nijmegen naar een hoger niveau te kunnen tillen. Het wordt gewoon nu een gesplitste sporthal, zeg maar, tenminste twee zaaldelen. Om sport ook naar een hoger niveau te tillen moet je ook goede accommodaties hebben. En daar gaat het echt aan voldoen. Ik weet zeker dat het Nijmegen mee gaat helpen om de sport nog naar een hoger niveau te tillen. Het is de grootste politiewagen van Nederland, het mobiele Medialab. Met deze bus kan de politie door het hele land voorlichting geven over uiteenlopende onderwerpen. De politie in Wijchen gebruikte de wagen onlangs om preventieadvies te geven aan ouderen en het belichten van cybercrime. Ja, dit is het Mobiel Medialab. En het Mobiel Medialab is de grootste politieauto van Nederland. En die hebben we hier naar Wijchen getrokken om, je kunt dan verschillende thema's, kun je zelf kiezen welke thema's je wil aanduiden. En we hebben gekozen voor ouderen, preventieadvies aan ouderen en cybercrime. Daar hebben wij voor gekozen, omdat het speelt momenteel heel erg. Ja, mensen worden via internet, hè, worden mensen benaderd. Dat kan via de mail zijn, dat kan via de WhatsApp zijn. Ja, alle sociale media kanalen. Ja, mensen zeggen, dat hebben we niet, maar heel veel mensen hebben toch WhatsApp of hebben toch een mail. Daarop worden ze benaderd door criminelen, zo zal ik het dan maar noemen. En die doen zich voor als iemand anders. En proberen dan mensen met een bepaalde smoes of een bepaalde... voor te doen als iemand anders en proberen zich mensen geld op handig te maken. Ja, er zijn allerlei manieren. Dus we hebben allerlei boekjes daar liggen. En dan kunnen mensen daar vragen, hebben ze ooit iets meegemaakt? Zijn ze al ooit benaderd? Noem maar op. In de bus zelf kun je een soort quiz spelen. En die quiz, daar zijn allemaal voorbeelden van wat moet je doen in bepaalde situaties. En dan kunnen mensen dan wat wijzer worden. Het kunstwerk Stille Strijd is te zien bij de Marienburgkapel in Nijmegen. Stille Strijd is een project van kunstenares Zaza dat in het teken staat van het taboe rond depressie en zelfdoding te doorbreken. Het standbeeld is tot 18 november te zien in het centrum van Nijmegen. Zelfdoding is de voornaamste doodsoorzaak onder jongeren tot en met 30 jaar in Nederland. Met het kunstproject Stille Strijd wil de kunstenares Sassa het taboe rondom depressie en zelfdoding doorbreken. Want hoe moeilijk het is belangrijk om erover te praten. Weten ook moeders Jessica Verstraten en Kim Heerdes. Mijn zoon is bijna 2 jaar geleden uit het leven gestapt. En voor hem was het echt een stille strijd. Want bij hem was helemaal niets bekend. Hij was niet depressief. Hij had geen problemen. Verder niet. Dus hij is totaal onverwacht uit het leven gestapt. Nou, mijn zoon Jess heeft in oktober 2022 besloten om uit het leven te stappen.
Jess was pas 19, maar hij had waarschijnlijk al een aantal jaren toch last van een depressie. Dat wist hij zelf eigenlijk niet, althans, dat denken wij. Ja, ik wil graag dat daar het gesprek over op gang komt en dat het taboe doorbroken wordt, zodat mensen eerder hulp vragen, maar ook zich meer gaan bekommeren om elkaar, dat ze elkaar meer gaan zien. Omdat het gewoon zo ontzettend belangrijk is om te vertellen wat er met je aan de hand is en niet ermee te blijven zitten. Jongeren met een depressie voeren vaak een stille strijd en hebben het niet over hun mentale problemen. Ja, waarschijnlijk heeft hij dus in zichzelf een tweestrijd gevoerd tussen alle ambities die hij had en alle dingen die hij had om voor te leven. En dan dat kleine stukje waar hij niet zo goed van wist wat hij daarmee moest. En ik denk dat dat op een gegeven moment de overhand heeft gekregen. Ik hoop echt dat jongeren denken, oké, ik ben niet alleen en ik ga bellen met wie dan ook. Of ik ga gewoon een vriendin of een vriend of mijn ouders of... Ik ga erover praten. Het is een stille strijd. Het is ook een verborgen depressie. Ze houden dus eigenlijk verborgen voor andere mensen. Ze willen eigenlijk niet laten zien aan anderen dat het zo slecht met hen gaat. En ja, hoe langer ze het voor zich houden, hoe moeilijker het wordt om het nog te gaan vertellen. De gevolgen van mentale problemen kunnen enorm zijn. En daarom is het belangrijk dat er over gesproken wordt. Het is echt vreselijk. Je begrijpt het niet, je snapt het niet, je voelt je misschien schuldig. Het is echt iets wat je met z'n allen aan wil pakken. Dat maakt denk ik ook dat het nu zo druk is en dat we zoveel aandacht hier ook voor krijgen. Dat het gewoon normaal wordt dat je praat over je mentale gezondheid en hoe het met je gaat. Wil je praten over zelfdoding of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Bel dan gratis met 0800 0113 of ga naar 113.nl. Na weer een prachtige herfstdag koelt het vanavond snel af. Er staat bijna geen wind, waardoor er op grote schaal mist kan ontstaan. De temperatuur komt lokaal weer onder het vriespunt uit. Morgen begint de dag dus ook mistig en ook later op de dag blijft het grijs. Geen zon dus en ook lage temperaturen rond de 12 graden en gevoelsmatig nog iets lager. De dagen erna blijft het weerbeeld vrij stabiel. Ook de donderdag zal nog grijs verlopen. Vrijdag is er meer kans op wat zonneschijn. Het blijft droog en het kwik blijft steken rond de 10 à 12 graden. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 5 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen!